Goedendag, welkom in Hofstede Meerzicht. We staan nu in de keuken. Ik ga jullie wat dingetjes vertellen over verschillende soorten vis die wij gebruiken. Ik zal zo even uitleggen wat voor vis, hoe we ze bereiden, wat je kan zien aan versheid, hoe je ze juist kan bereiden. Nou, hier heb je wat rode mul. Die laten wij meestal wel gewoon geschubd binnenkomen, want aangezien dat een enorme rotzooi veroorzaakt, hoef je eigenlijk alleen maar de vinnetjes ervan af te knippen. En je zou hem natuurlijk in zijn geheel kunnen bereiden. Het is wel een beetje een klusje. Maar je kan hem ook gewoon zo lekker fileren. En ik heb ook rode poon. Die zal ik zo gelijk laten zien. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Het ziet er makkelijk uit. Alleen het vergt toch wel wat oefening. Beetje nalopen. Dan heb je hier altijd wat kleine graadjes. Maar als ze te veel zijn, kunnen ze er ook zo uitsnijden. Snij je tot het velletje. En dan trek je ze er zo uit. Zo. Die andere die ga ik straks doen. De poon. En je ziet ook. Nou, deze is gewoon lijkstijf. Deze is gewoon nog hard. Dus zo is die gevangen. En vervolgens wordt die lijkstijf. En dan blijft hij dus ook zo staan. Als je heel even, ja, 2 dagen of een dag nog wacht. Dan wordt hij slap en dan kan je hem eigenlijk veel beter bereiden. Dit is een poon, ook wel knorhaan genoemd. Heel mooi visje. Hij zwemt zeg maar over het zand. En op het moment dat hij gevaar ziet, dan gaat hij dus een knorrend geluid maken. Dus zodoende dat hij ook knorhaan genoemd wordt. Je kan zien aan de versheid van de vis, je ziet eigenlijk, ja, het klinkt misschien niet zo lekker, en dat zie je ook bij deze, dat er een beetje snot aan zit. Nou, dat betekent dat je super mooie verse vis hebt. En dat zie je eigenlijk bij, hier hebben we dan een griet en een tarbot. En je kan natuurlijk aan de verse vis zien, op het moment dat je hele mooie rode kieuwen hebt, en glazige ogen, dus mooie heldere ogen, dan zie je dus dat je echt mooie verse vis hebt. Op het moment dat je dat niet hebt, dan is het dus al, ja, dan heb je dus wat minder verse vis. Dan hoeft dat niet gelijk hele oude vis te zijn, maar je ruikt ook nu niks. Dat kunnen jullie dan wel niet ruiken, maar vis hoort dus niet te ruiken. Dat is ook wel van belang. Nou, zo'n poontje die kan je in principe ook in zijn geheel bereiden, wat wij doen. Dan zou je hem zeg maar alle vinnetjes eraf kunnen knippen. Dan smeren wij in met olijfolie, peperzout. En aan de binnenkant vullen we hem dan. Vullen we met wat kruiden, dus tijm, rozemarijn, knoflook, ui. En dan pakken we hem eigenlijk in de zilverfolie. En dan ongeveer een 35 minuutjes in de oven. Op 150 graden. En dan is die super mooi. Alleen het lastige hiervan is, dus dat kan ik je nu wel laten zien. Kijk, dit hou je er dus van aan over. En dan heb je hier dus ook weer geraten. Dus op het moment dat hij in zijn geheel bereid wordt, moet je met je lepel moet je hem er zo vanaf duwen. En dan blijven die graatjes zo staan en dan is hij mooi gaar. En als je hem gewoon als filet wil bereiden, dan maak je hem ook gewoon weer zo schoon. Net als eigenlijk de mul. Je kan het ook met een klein gratentangetje doen. En alles wat je hier nu van overhoudt, wij maken dan vissoep. Dit gaat dus gewoon in de vissoep.
bouillabaisse. Dan hebben we hier de griet en de tarbot. En dat zijn best wel vissen die eigenlijk heel erg op elkaar lijken. Je kan eigenlijk door middel van, als je met je hand over de tarbot heen gaat, voel je allemaal, ja, lijken net steentjes, knobbeltjes. En daar kan je dus het onderscheid, je ziet het ook wel, maar daar zie je zeker het onderscheid in tussen de tarbot en de griet. En uiteindelijk is ze zijn onwijs lekker. We komen wel een beetje in dezelfde richting en dan heb je eigenlijk ook nog een school. En een school is ook een beetje deze vorm. Die heeft dan weer rode stippen. Alleen daar is nu het seizoen niet voor. Dus zo doen we dat we die niet hebben. Nou, dit is dan een platvis. En een platvis vergt toch ietsje anders met fileren. Je hebt hier een naad lopen. Een lijntje lopen als je kijkt. Dat is wel moeilijk te zien. En die volg je gewoon met je mes. En in principe, op het moment dat jij hem wil bereiden en je wil hem bereiden op de huidkant, moet je dus ook vragen aan de visboer of ze die willen schubben. Kijk, deze is dus niet geschubd, want dat zie je dus. En wij gaan hem ook niet bereiden op de huidkant. Wij gaan hem zo meteen grillen of we kunnen hem dan ook bakken. Dit is zo'n mooi filet. En dan doe je gewoon idem dito aan de andere kant. Je laat hem langs de kop lopen hier. Dus hier heb je ook allemaal nog vis, vlees. Altijd even je mes het werk laten doen, gewoon langs de graten laten lopen. Uiteindelijk wat wij er dan nog eens mee doen. Dan loop je hem even na. Snij hem een klein beetje in. En dan laat je je mes over het velletje gaan. Eigenlijk kan je dat het beste met een heel bot mes doen. Want dan snij je niet door de vel heen. Nou, nu ook niet eigenlijk. Op het moment dat je echt een scherp mes hebt, dan gaat het wat moeilijker. Nou, nu heb je de filet. Nou, dan hebben we ook nog een mooie kabeljauw. Nou, hier zie je het ook weer. Snot. Dus dat betekent dat het gewoon super mooie verse vis is. Ook een rondvis. Komt uit de Noordzee. Kijk, hier zie je het ook weer. Super mooie rode kieuwen. Daaraan kan je dus zien dat je echt super mooie verse vis hebt. Het is altijd wel wat lastiger, omdat het natuurlijk een flinke jongen is. Dan heb je natuurlijk ook wat kleintjes. En dat is natuurlijk veel makkelijker fileren. Je snijdt hem langs de kop in. Dan maak je een draaiende beweging. En dan ook gewoon het mes het werk laten doen. Het makkelijkste is natuurlijk als je ze gewoon gefileerd bestelt bij de visboer. Maar het is ook wel eens een keer leuk om zoiets zelf thuis te doen. Dan snij je ze gewoon de graadjes een beetje door. Als ze heel stevig zijn, dan kan je ze ook nog knippen. Deze leggen we even opzij. Nou, dan heb je zo'n mooie filet. En dan is het ook, hier heb je de buikwand. Die snijden we er zo uit. Hier heb je allemaal graatjes weer. Eigenlijk zie je dat bij al die rondvissen dat je in het midden allemaal graten hebt. Nou, die graten snij je eruit. Af en toe is het wat lastiger. Maar de buikwand, dat is dit gedeelte, je ziet dat hier dus wel wat vet aan zit.
Maar dat is onwijs lekker eigenlijk. Dus heel veel mensen die doen dit dus in de visbouillon gooien. Of weggooien, dat helemaal zonde is. Maar dit heeft onwijs veel smaak. Dus hier doen wij juist wel wat, wat dingetjes mee. Brandaden maken. Brandaden is eigenlijk een aardappelmousseline, puree. En dan doen we dan deze aanzetten met een klein beetje knoflook. Dat is onwijs lekker. Alleen je moet zorgen dat dit een klein beetje, die vliesjes, dat die er vanaf gaan. Je zou dit natuurlijk ook gewoon lekker kunnen bakken of frituren, skibbeling, ook lekker. Als je een goede visboer hebt en je hebt gewoon, je wil zo'n hele vis wil je zelf fileren, dan moet je sowieso vragen dat die zeker vers moet zijn en liefst zonder schubben, want dat zou ik zeker doen. Nou, hier zie je het ook weer, ook schubben op. Nou, die gaan wij er ook van afhalen. Of afhalen, we snijden gewoon het velletje ervan af. Je ziet mij niet eens snijden, eigenlijk trek ik meer aan het velletje. Nou, zo hebben we de vis